Welkom bij TCG & Toys. Vandaag is zondag en vandaag weer een Pokémon pack opening. Vandaag heb ik voor jullie de Umbreon GX Box. Ze zijn best wel prijzig. Bij sommige winkels zijn ze €51. Maar ik heb ze ergens. Ik heb een groot besteld en daar kan je bij, als je wilt, checken bij zwartelotus.nl. Dat is een site waar deze nog voor maar €39 verkoopbaar zijn. Nou, die hebben meestal altijd. Ik koop daar meestal groot in, zodat ik vooruit kan. Maar het is wel het is niet vandaag besteld, morgen in huis. Je moet wel echt een paar dagen wachten voor je dit echt in huis krijgt, zou ik maar zeggen. Maar het is een hele goede site. Het zijn de lage prijzen. €39 voor zo'n premium collectie, waar je bij andere winkels voor €51 moet krijgen. De Elite Trainer Box zijn ook maar €43. Dus ze zijn echt goedkoper. Nou, ik ga vandaag deze openen en kijken wat erin zit. Oh. Zo. Er zijn 6 pakjes, zo te zien. Ik zou hem iets de camera iets draaien, zodat ik makkelijker kan openen. Want hij is behoorlijk groot, zo. Oh, sorry, de camera viel bijna om. Hij moet wel stevig staan, hè? Zo. Je hebt een pin. En de promo. En natuurlijk de coin. De coin hier, een Umbreon. Als je promo's verzat, het gaat meestal om deze promo van Umbreon. Dat is een promo 36. De GX, dat is een gewone kaart. Een GX Umbreon, die krijg je erbij. En nog een holo van Eevee. Ik vind het wel wat schattig. En je hebt hier ook nog een extra pin van Umbreon. Als je de promo's wil verzamelen, Umbreon kan je Umbreon. En de Espeon uit de Espeon, die trainerbox. En hier de jumbo kaart. Van Umbreon. Gaaf. En we hebben 6 pakjes. 1 Breakthrough. 1 Steam Siege. 2 pakjes van Guardians Rising. Die krijg je niet. 1 pakje van Cinnamon. En een Evolution. En die gooi je weer op de grond. Zo. Ik ga een beetje op volgorde doen. Dat is zo, denk ik. Zo. We beginnen met Breakpoint en gaan kijken wat hierin zit. We beginnen met Breakpoint. Breakpoint. Het is Breakthrough trouwens. Breakthrough heb ik nooit zoveel geopend. Ik heb ooit 1 pakje geopend. Ik kreeg tegelijk de Umbreon Full Art. Nou, toen heb ik 1 of 2 pakjes van geopend. En meer heb ik niet geopend. We gaan kijken wat hierin zit. Dit zijn er weer 3 en 2. Bij Sun and Moon is de enige dat je 4 moet doen. En hier 3. En we gaan hier kijken wat hierin zit. We beginnen met een Magnemite. Ik zal die even weghalen, zodat hij meer kan focussen. Even iets meer die kant op. Zo. Een Pikachu. Een Noibat. Een Cubone. Een Sandshrew. Een Superrod. Een Breaksand. Een Fluette. De first holo is een Dedenne. En een rare is een Hawlucha. Oké. Niet slecht voor een breakpoint pakje. We gaan naar Steam Seeds. Steam Seeds heeft nooit zoveel geluk. Of Evolution ook niet. Maar ja. Ik ga kijken wat we hier hebben. En dat zijn er 3 en 2. En dan gaan we kijken wat hierin zit. We beginnen met een Chimchar. Een Noisepass. Een Litleo. Een Sneasel. Een Yamma. Een Rapidash. Een Steelix Spirit Link. Een Nidorino. Een Versal is een Rooflet. En onze rare is een Holo Bisharp. Zie je? De first holo. Ach, geweldig. Dat is een Steam Seed pakje.
We gaan nu naar de Evolution. Gaan we daar kijken wat erin zit. Deze is nooit zoveel, want die krijg je echt bijna nooit niet uit. Ik mis nog wel de Charizard hier. Ik hoop dat ik hem eentje krijg, maar ik denk het niet. Het is altijd zo'n pakje geweest dat je niks uitkrijgt. We beginnen weer eens met een Tangela. Een Poliwag. Een Seal. Een Magikarp. Zie weer een Energy. Een Electric Energy. Een Pokédex. Een Polygon. Een Pidgeot Spirit Link. De Versalo is een Poliwhirl. En onze Rare is een Farfetch. Zeg toch, je krijgt nooit iets uit de Evolution. Gaan we naar de Cinnamon pakjes. De eerste regular Cinnamon met de Zedwaai op de voorgrond. Ik hoop dat ik hem krijg, want ik heb hem nog niet. Secret, ik heb hem nog niet. En bij Cinnamon moet je er altijd 4 en 2 doen. En we gaan kijken wat hierin zit. We beginnen eerst met een Stuffle. Een Mariani. Een Tupide. Een Bounceweed. Een Lillipup. Een Fire Energy. Een Charjabug. Rainbow Energy. Een Quackard. Een Howl. Is dat een Reverse Holo? Ja, is een Reverse Holo. En onze Rare is een Meskwain. Meskwain. Zie je toch? We hebben nog 2 pakjes van Guardians Rising. En Ninetales gaan we zelfs doen. Hoop dat we hier een TX kaart uit krijgen. Anders is het echt niet de moeite waard. Maar dat weet je niet van tevoren. We gaan weer 4 en 2 doen. En kijken wat hierin zit. We beginnen eerst met een Wapwap. Een Talo. Een Nosepass. Een Cerulean. Hij wil die focussen. Een Murkrow. Een Fire Energy. Een Lampent. Een Tentacle. Een Max Potion. De Versal is een Low Vulpix. En dan zo hebben ze een Celestial. Een gewone. Nou, laatste pakje. Wat zullen we hieruit krijgen? GX? Ik hoop het. Maar je weet het nooit. Je kan ook zomaar niks uitkrijgen. Ik koop hier zo'n hele grote pakje en dan krijg je er niks uit. Dat is ook wel zo'n raar, hè? Nee, ze moeten altijd 1 of 2 in zitten. Dus, er is 1 zeker. We rennen met een Petrel. Een Petrel. Een Chansey. Een Kotgita. Een Vulpix. Zullen we niet zo goed zien, maar dat komt door de lichtinval. Een Fletchling. Een Gras Energy. Een Machoke. Energy Recycle. Een Slowbro. De Wurzhalo is een Bellsprite. Onze Rare is een... Ja, ik zie wat. Kijk. Dat is een Full Art. Oh nee! Oh, moet je kijken naar het getal. Zie je het getal? Nee, dat zie je niet. Maar dit is geen Full Art. Dit is een hele speciale. Dit is een Enchant Hammer Secret Rare, mensen. Ik heb een Secret Rare. Gewoon uit een Umbreon Premium Pack. Heb ik een Secret Rare. Echt geweldig. Want ik heb hem nog niet. Oh mijn god. Dit is geweldig. Gewoon een Secret Rare, mensen. Och, ik ben heel erg blij. Oh, niet verwacht dat ik zo'n secret weer uit zo'n pak kan krijgen. Ik heb wel meteen een goede open gemaakt, hè? Want ik heb nog heel veel stapels van die dozen liggen. Niet de Umbreon, want ik verzamel de promo's. Ik kan ze niet allemaal mee krijgen, want ik was in het begin helemaal vergeten om te verzamelen, zou ik maar zeggen. Dus ik kan ze niet allemaal krijgen, maar nu toe kan ik ze wel allemaal krijgen. Ik heb nog veel meer andere pakken. Maar ik ben heel blij met de Secret Rare. Dit is overigens wel. Heb ik een holo uitgekregen. En een Secret Rare, mensen. Ik vind hem echt geweldig.
En natuurlijk de promo die erbij hoort, de Umbian. Nou heb je natuurlijk de Espeon, die kan je wel inlijsten. En je hebt de Hollow Eevee. Dus zijn ze eruit. Volgende week ga ik weer een doos openen. Ik weet niet welke doos. Ik ga me altijd verrassen welke doos ik open. Ik heb een soort lijstje gemaakt welke dozen er allemaal zijn. En 1 tot en met 6 genubberd. En dan gooi ik een dobbelsteen. En dan gooi ik nog een dobbelsteen. En dan weet ik welke doos ik moet openen. En zo kwam ik aan naar deze Umbian. En als ik een laatste doos heb, dan open ik die, hè. Dus ik ga me altijd verrassen welke doos ik eerst opent. De volgende week zie je weer een doos dus. Ook weer waarschijnlijk een prima doos. Ik heb nog 2 blisters liggen van Bully Shadows. En ik heb nog heel veel premium dozen liggen. Premium, hoe heet het? Premium collectie? Ja, en ook de Komo-O doos heb ik liggen. De Komo-O GX en de Charena DX heb ik ook nog liggen. Dus volgende week weer een opening. En hoop dat ik weer zo'n hele mooie uit krijg. Zie je volgende week. Bye bye.